filosofie, filosofische reflectie ontstaat wanneer we kritisch nadenken over ons denken en de wereld om ons heen. Met als doel beargumenteerde kennis te verkrijgen. Een filosoof verwondert zich over datgene wat voor de meeste mensen als voor vanzelfsprekend wordt ervaren. Een filosoof streeft naar verantwoorde kennis, in tegenstelling tot willekeurige opinie. Filosofie is liefde voor wijsheid en daarom kun je spreken over wijsbegeerte. Een wijsgeer wenst uit te gaan van voorlopige antwoorden. Filosofie is dan ook een eeuwige zoektocht waarbij we eerdere denkers continu bevragen zonder dat de nieuwe inzichten mogen leiden tot definitieve ideeën. De vraag is dus belangrijker dan het antwoord. Voor de filosofie bestond er een andere manier van denken. Die werd gezien als heilig en definitief. Dit waren de mythen ofwel de goden en heldenverhalen. Mythe is een voorfilosofische manier van denken, waarin het denken zo weinig obstakels lijkt te ontmoeten dat de mythe zelf nog niet tot voorwerp van kritiek is geworden. De mythe gaat vooraf aan de filosofie. Zij spreekt over de fundamenten van de wereld en de samenleving, met de aanname die te verklaren. Op het moment dat de filosofie zich ontwikkelt in de 7e eeuw voor Christus, hebben de verschillende Griekse samenlevingen hun eigen lokale mythe en daarop steunende maatschappelijke orde. Een van de redenen waarom de filosofie haar intrede doet, moet erin gelegen zijn dat in de ontmoeting met andere culturen die lokale mythe en overgeleverde wijsheden onder druk komen te staan en een vanzelfsprekendheid beginnen te verliezen. Dat gebeurde in havensteden en handelscentra aan de kust van Klein-Azië, waarvan Milete de bakermat van de Ionische natuurfilosofie er één was. De Griekse filosofie ontstaat dus als een kritische reflectie op een tot dan toe gangbare manier van denken die we mythisch kunnen noemen. Want wat is er nu eigenlijk waar van deze botsende mythe? De mens gaat meer en meer zelf nadenken en ontvangt geen waarheid, maar gaat ernaar op zoek. De mens gaat filosoferen. Goden filosoferen niet, omdat zij al wijs zijn. En onwetende of ongeïnteresseerden filosoferen ook niet, omdat zij niet het gevoel hebben iets te missen. Filosofie begint bij het besef van de eigen onwetendheid.